Handig gespeeld. Einde wedstrijd. Een prachtig Feyenoord-doelpunt. Wat een raar elftal is dit toch. Na een periode waarin er werkelijk geen sprake meer is van welke organisatie dan ook. Trapt El Amari deze wedstrijd voor Feyenoord in veilige haven. Van Beek zoekt het weer diep richting Kazim. Dat lukt. El Amari afmaken nu. Ja, schitterende goal. Geweldige aanval van Feyenoord. Van Beek, Kazim, El Amari. Achtste minuut. Feyenoord opent sterk en beloont zichzelf nu ook. Met een pracht van een treffer. Kreeg al wat eerder in de wedstrijd wat ruimte, Kazim. En daarom is het de moeite waard om dit te doen. Dan weet de bal hier goed door te koppen. El Amadi. Ah, prachtig uit hoor. Korte hoek, hoog, hard. Toornstra wil een combinatie aan. Dat is lastig. Het is hartstikke druk, maar het leidt wel tot de goal van El Amadi. Die in de 29e minuut Feyenoord op een 1-0 voorsprong zet. Er is geen houden aan voor Castro. De combinatie die in eerste instantie lijkt te stranden, omdat er nogal wat mensen staan, belandt uiteindelijk, de bal althans, voor de voet van El Amadi. En die rolt dat in één beweging af. Karsdorp, Jurgensen. El Amadi. El Amadi. Oh, mooie goal. Begin van het seizoen op schot. Karim El Amadi met de 3 goals al heel snel. En nu heeft hij er weer één te pakken. Fraaie uithaal. El Amadi. El Amadi. 2-1 voor Feyenoord. Wat een knal van El Amadi. Dat is een hele mooie treffer. Dat is waar. Maar hij had wel iets meer gehinderd mogen worden. Congolo. Jurgensen. El Amadi. El Amadi. Oh, dat is een mooie goal. Van El Amadi. Heel vrij binnengeschoten. Nummer 3 van het seizoen. Dat is een opvallend aantal voor El Amadi. Want tot nu toe bleek in een seizoen 2 het maximaal als het gaat om het aantal goals voor de middenveld. Dus een legioen er nog maar eens extra achter. En El Amadi 2-0! 2-0! El Amadi, wat een prachtige treffer! Gaat Feyenoord het flikken? Hij is jarig vandaag. In lastige tijden. Kazim, weer belangrijk. Immers, Kazim weer. En dan over de toch lange doelman heen.